Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Alexander de Roo. Ik ben voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Goed dat jullie er allemaal zijn. Wat we zojuist hebben gezien is dat gedachten over basisinkomen en over nut en noodzaak vele kanten opgaan. Of je nu met voorstanders of tegenstanders spreekt, ze hebben allemaal een eigen perceptie van wat een basisinkomen is. Maar ik wou zeggen nu, laten we eens denken over wat het basisinkomen zou betekenen in Nederland als het nu zou bestaan. Hoe zou het er dan uitzien? Die vraag stelde ook het team Amsterdam van de vereniging zich een paar maanden geleden. Mijn naam is Pim Fris, ik ben lid van team Amsterdam. En samen met mijn collega Johan Hoorman hebben we geprobeerd een antwoord op die vraag te geven. Hoe zou het basisinkomen eruit zien als het nu zou bestaan? Kunnen wij ons dat als Nederlandse samenleving permitteren? Onze conclusie hebben we in een notitie gevat, die we inmiddels hebben rondgedeeld aan de meesten van u, en we hebben nog meer exemplaren voor geïnteresseerden. En de vereniging heeft ons de gelegenheid gegeven om vandaag een aparte sessie daarover te organiseren. En dat is straks om 4 uur. Straks om 4 uur in de zaal achter in de tuin, hier achter de kerk. Met andere woorden, hoe zou het basisinkomen eruit zien als het nu zou bestaan in Nederland? Dat is de eerste vraag. Hoe financieren we het? En ik denk dat we na de discussie van zojuist ook de vraag onder ogen moeten zien. Welke stappen moeten we zetten om een basisinkomen inderdaad tot uitvoering te brengen? U bent van harte welkom om 4 uur. U mag uw drankje meenemen als u wilt. Dank tot straks. We krijgen nu een tweede intermezzo. Michiel van Hasselt. Hij is oud-voorzitter van de vereniging. Ik zal niet opnoemen wat hij allemaal heeft gedaan. Dat heb je met oude mannen, die hebben veel gedaan in hun leven. Oude vrouwen ook natuurlijk. Er zijn al 45 boeken in Nederland verschenen na 2000 over basisinkomen. Ongeveer evenveel als in de hele Engelstalige literatuur. De vakbeweging in Nederland is niet langer tegen basisinkomen. Nee. En er zijn weinig landen in de wereld die dat hebben. De FNV heeft 5 jaar discussie gevoerd en ze hebben gezegd ze hebben positieve grondhouding. 8 oktober ga ik spreken voor de bondsraad van de CNV. Hun voorzitter Piet Fortuyn heeft een discussie aangejaagd bij de industriebond CNV. Die is ook voor. Dus er begint draagvlak te ontstaan. We krijgen nu eerst Michiel van Hasselt met zijn nieuwe boek. Dank, Alexander. Dank ook voor deze hele bijeenkomst hier, want wat ik hier aan argumenten en aan verhalen en aan nieuwe inzichten met betrekking tot basisinkomen gehoord heb, dat was ook voor mij, en ik ben toch al 20 jaar met dit onderwerp bezig, was dat heel verfrissend en vernieuwend. Ik heb even het woord gevraagd, omdat ik zelf ook weer bezig geweest ben met denken over basisinkomen. Ik had in 2020 een boek geschreven dat er ongeveer zo uitzag. Dat had ik wat snel uitgebracht, want ik wou dat het nog van effect was op de verkiezingen die er toen gehouden werden, in 2021. Of dat effect gehad, dat weet ik niet, maar in ieder geval is het wat haastig geweest. En dacht ik, ik zag de wereld ook weer zo veranderen, dat ik dacht, ik moet hier een update van maken, ik moet een nieuw boek maken. En toen ik het boek een beetje ging updaten, toen raakte ik er zo in verstrikt dat het eigenlijk nu weer een heel nieuw boek geworden is. En ik wil dat dus graag aanbieden aan de voorzitter van deze prachtige club, Alexander. Ik denk daarbij ook dat het programma wat er nu aan de orde is, meer bestaanszekerheid met een basisinkomen, vraagteken. Die vraag die zou ik eigenlijk nog iets korter gesteld hebben. Ik zou zeggen, bestaanszekerheid met een basisinkomen. Want een beetje meer of minder bestaanszekerheid, daar gaat het niet om. Het gaat er echt om dat iedereen in Nederland, en in de hele wereld, maar daar heb ik het nu even niet over,
dat hij zo'n basisinkomen krijgt. Dat geeft bestaanszekerheid. Dus, dat is universeel noemen jullie dat ook vaak. Dat is in elk geval waarom ik ook het woord burgerinkomen heb gekozen. Want burgerschap, dat hebben we allemaal. Maar werknemerschap, dat hebben we niet allemaal. En er is toch altijd veel verwarring tussen het begrip als basisloon en basisinkomen. We denken soms dat het hetzelfde is. Nou, dat is het dus helemaal niet. Nou, Fenn, dat hele verhaal heb ik weer eens opnieuw uitgeschreven. En daarbij ook accent gelegd op de relatie met de economie. De hoeveelheid arbeid die Nederland heeft, dat is op zich best veel, maar niet genoeg om iedereen een arbeidsinkomen te bezorgen waar je nog van leven kan ook. En dat blijft ook zo. Ik heb het helemaal geanalyseerd. Het is niet zo dat er ooit een moment komt dat er volledige werkgelegenheid in Nederland zal zijn, in de zin dat iedereen bestaanszeker is. En wat er dan wel moet, nou, dat is iets waar de politiek over moet nadenken. En mijn boek is dus ook vooral gericht op de politieke partijen. Kom op, politieke partijen, burgerinkomen.nl. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. En ik had dit ook willen uitbrengen aanstaande dinsdag. Want dan is het Prinsjesdag en dan begint de hele politiek weer wakker te worden. En dan zou je dus ook over nieuwe politiek misschien goed een discussie kunnen. Nou, ik zal het dan ook officieel uitbrengen, maar ik vind het wel leuk om hier als eerste toch de voorzitter van de Vereniging Basisinkomen te zeggen. Kom op!